Hier vandaag de gast bij Stal de Kardiek in het Friese Sint-Johannesga. Vandaag keur ik samen met mijn collega Corrie Terpstra. We hebben 33 paarden te keuren, een grote groep opnames, wat graadverhoging, wat stermerries en kroonmerrie in een veulenboek hengst. En we wensen jullie weer veel kijkplezier. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome at the inspection at location at Kardiek Stables. We have 33 horses to inspect today. And we wish you, we hope you enjoy this inspection on location today. Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 1. Een royaal ontwikkelde merrie die wat meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Merrie die wat rasuitstraling betreft meer neklengte zou mogen hebben. Waardoor de hoofd-halsverbinding ook wat lichter wordt. Wel veel behang. Merrie die een goede gesloten bovenlijn heeft en een goede kruisligging. Voldoende droog beenwerk, correct gesteld, achter iets week gekoot. De stap is actief en ruim. In draf toont de merrie veel buiging in het achterbeen. Veel zweefmoment, zou misschien nog iets sneller mogen aantreden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 1. This mare is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. De halsrichting kan wat verticaler, kan wat meer behang hebben. Qua bouw een mooie gesloten bovenlijn. We zouden de merrie graag wat opwaartse gebouwd en wat hoogbeniger zien. Het beenwerk is hard. De voorbeenstand kan correcter. De stap is ruim en takmatig. Zou iets meer buiging in de sprong mogen hebben. De draf heeft voldoende zweefmoment. Zou erbij meer oprichting mogen tonen en het achterbeen mag meer onder de massa treden. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 2. She is accepted in the studbook and she gets a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang, edel hoofd. Merrie die in bouw wat opwaartse gebouwd zou mogen zijn.
ook wat sterker zou mogen zijn in het middenstuk. Mary beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. Mary stapt met tact en voldoende ruimte. Mary draaft met goede buiging in het achterbeen. Een goede souplesse. Achterbeen zou iets resoluter aan mogen treden. Maar wel voldoende krachtig. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 3. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een royaal ontwikkelde merrie. Die wat rasuitstraling betreft een wat meer lengte in de hals zou mogen hebben. En de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Merrie die een goede bovenlijn heeft. Iets opwaarts gebouwd mag zijn. De kwaliteit van het beenwerk is voldoende. De standen zijn correct. De merrie stapt met veel vlijt en voldoende ruimte. In een draf toont ze een goede beentechniek, blijft erbij iets strak in de bovenlijn. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een merrie die wat rasuitdrukking betreft een wat groter oog zou mogen hebben. En wat meer neklengte, waardoor de hoofd-halsverbinding wat lichter wordt. Merrie heeft wel voldoende behang. In de bouw zien we een strakke bovenlijn en een hellend kruis. En dat zien we ook terug in de beweging. Het beenwerk is voldoende droog en voldoende correct gesteld. In de stap is er voldoende ruimte. Maar het achterbeen zou resoluut mogen aantreden. En in de draf zouden we ook graag een krachtiger achterbeengebruik zien. En met name ook in de wendingen mist de balans. We zouden graag meer ruggebruik zien in draf. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Nummer 5 is accepted in de studboek. No premium.
De uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met voldoende rasuitstraling. We zouden graag het oog weer wat groter zien en de hoofd-halsverbinding wat lichter. De merrie die heeft een voldoende correcte bouw. Het kruis is lang, maar wel wat hellend. Het beenwerk is droog, de voorbeenstand kan wat correcter. De stap sluit voldoende aan en is voldoende ruim. In draf waardeert dit paard zich enorm op. Het paard heeft veel zweefmoment, veel takt, veel souplesse, veel balans in de wendingen, mooi gebruik van het voorbeen. En dat maakt dat we de merrie opnemen in het stamboek en ster verklaren met een tweede premie. Number 6 is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Okay. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Merrie met vriendelijke uitstraling, veel behang. Merrie met een voldoende verticale halsrichting. In de bouw heeft ze een sterke bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend mogen. Beenwerk is voldoende droog.
Een kleine bemerking op de bouw van het spronggewricht rechtsachter. De stap die mist af en toe wat zuiverheid. En in draf zien we voldoende afdruk en souplesse. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 7, she is accepted in the studbook with a third premium. Dan de uitslag van catalogus nummer 8. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang en een voldoende edel hoofd. Merrie die in bouw vooral opvalt door haar goede kruisligging en sterke lendenpartij. Ze zou wat hoogbeniger mogen zijn. De kwaliteit van het beenwerk is goed. De rechte voorbeenstand zou wat correcter mogen. De stap is ruim en heeft veel lichaamsgebruik. Draf toont zijn goed achterbeengebruik, schakelend vermogen. Ze zou nog bij iets meer oprichting mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 8, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Mary die nog jeugdig is, die grootramig is, lang gelijnd is, maar wel aan bespiering moet winnen. De lendenpartij die zou ook wat sterker mogen. Mary die beschikt over voldoende droog beenwerk, iets hol in het voorbeen. Mary die stapt heel ruim en takmatig. En in draf troont ze heel veel souplesse, veel takt, mooi opwaarts. En dan zien we eigenlijk niet zoveel terug van die lendenaansluiting die we wat sterker zouden willen zien. Die Mary waardeert zich enorm op in beweging en wordt daarom vandaag beloond met een sterverklaring met een eerste premie. The result of number 9. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Zou iets lichter in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. Iets meer halslengte mogen hebben. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk. Heeft royale hoeven. De stap is ruim en takmatig, maar zou actiever mogen zijn. En in de draf missen we wat gedragenheid. De merrie zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Meer tot oprichting mogen komen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 10. She is accepted in the studbook with a third premium. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie met veel jeugduitstraling. Merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Correct gebouwd is. Achterbeen zou wat minder gehoekt mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit.
In de stap zou ze meer activiteit mogen tonen. Het achterbeen mag resoluter onder de massa worden geplaatst. Wel voldoende ruimte en tact. Draf waardeert de merrie zich op met heel veel tact. En vooral in de tweede ronde ook veel buiging in het achterbeen. En dat maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 11, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Op rug sorry. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een robuuste merrie die met ruim voldoende rasuitstraling, mooie halsvorm, goed aangesloten in de bovenlijn, mooie schouderpartij. Het kruis zou wat minder hellend mogen. Qua beenstanden die zijn correct, voldoende droog.
De stap die mist helaas zuiverheid. De passen van het achterbeen zijn wat ongelijk. In draf toont de merrie voldoende zweefmoment, maar het achterbeen zou met meer snelheid naar voren mogen worden gebracht. En de merrie zou ook wat meer tot oprichting mogen komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een derde premie. The result of number 12. She is accepted in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een massale merrie met een hele fraaie voorhand. Merrie die in bouw geslotener mag zijn. En ook wat meer jeugduitstraling zou mogen tonen. Ook het kruis zien we graag wat minder hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voorbeestand kan correcter en dat zie je ook terug in de bewegingsafloop in de beweging.
De stap heeft voldoende tak, maar zou meer lengte mogen hebben. En in draf zouden we graag meer souplesse, meer kracht en meer oprichting willen zien. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 13, she is accepted in the studbook, no premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met een mooie voorhand, ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die misschien wat in een rijke conditie is. Qua bouw zou die sterker in de aansluiting rug-lendenen mogen zijn. Heeft wel een royale schouderpartij. Zou ook wat opwaartse gebouwd mogen zijn. De voorbeenstand van met name het linker voorbeen kan correcter. En dat zie je ook terug in de bewegingsafloop. In de stap, hij sluit voldoende aan, maar we zouden graag meer lichaamsgebruik, meer lengte willen zien in de stap. In de draf waardeert de merrie zich op. Ze draaft met veel gemak, veel zweefmoment en schakelend vermogen. Zouden bij het achterbeen nog resoluter onder de massa mogen zetten. Deze merrie wordt opgenomen met een derde premie. Stap en beenwerk weerhouden haar van een hogere waardering. The result of number 14. She is accepted in the studbook with a third premium. Dat is niet meer, jongen. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een merrie met veel behang en een edel hoofd. Een merrie die in zo'n totaal wat langer gelijnd zou mogen zijn. Ook wat sterker zou mogen in de verbindingen.
Mary beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand kan iets correcter. De stap is erg kwetsbaar. Zou meer takt mogen tonen. De draf is in een hoog ritme. En het achterbeen zou meer onder de massa mogen worden gebracht. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Nummer 15 is accepted in de studboek, no premium. Ja, hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Een merrie met veel jeugduitstraling. Merrie die ook goed gesloten is in bouw, voldoende in het rechthoeksmodel staat. Merrie beschikt over droog beenwerk. Alleen de voorbeenstand is erg afwijkend, met name van het rechtervoorbeen. De stap heeft voldoende takt en ruimte. Draf toont de merrie veel gemak, mooie opwaartse lichaamshouding. Kan schakelen en toont afdruk. Maar helaas is de voorbeenstand te afwijkend en we kunnen deze merrie helaas vandaag niet opnemen.
The result of number 16. She is not accepted in the stud book because the quality of the stance of the legs was not sufficient.
de uitslag van catalogus nummer 17. Een merrie met een mooie voorhand, vooral een mooie lange hals, licht over halsverbinding en een mooie opgerichte hals. Merrie die correct gebouwd is. Wat beenwerk betreft zouden we graag wat meer correctheid zien in het voorbeen. Ook de afwerking van de sprong kan mooier. De stap is wat afgepast. In draf heeft ze voldoende gebruik van het achterbeen, maar zou ze wat meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen met een derde premie. The result of number 17, she is accepted in the studbook with a third premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 18. Een langgelijnde merrie met een goede verticaal gerichte hals. Het hoofd zou wat meer expressie mogen hebben. Merrie die beschikt over keihard beenwerk. Wel wat piephakken, maar dat nemen we niet mee in de droogheid van het beenwerk. De merrie die stapt met voldoende takt en ruimte. In draf waardeert ze zichzelf op. Laat ze heel veel techniek zien. Mooi gebruik van het voorbeen. Ook goede oprichting. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 18. She's accepted in the studbook and declared star with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 19. Merrie met een heel edel hoofd. Een voldoende lichthoofd, halsverbinding, een mooie lange hals die verticaal gericht is. Merrie die een wat langer voorbeen zou mogen hebben en iets geslotener zou mogen zijn in de bouw. Merrie die het droog beenwerk heeft. In de beweging vandaag, ja, de merrie hoest ook wat. Misschien is ze niet helemaal fit, maar de beweging is vandaag niet toereikend voor sterverklaring.
In de stap was ze kort en gehaast en in de draf misten we de zuiverheid. Ondanks haar fraaie exterieur maakte dat we deze merrie vandaag alleen maar op kunnen nemen in het stamboek zonder premie. The result of number 19, she is accepted in the studbook, no premium. Hier bij de uitslag van catalogus nummer 20. Een moderne langgelijnde merrie met statuur. Merrie heeft een goede kruisligging. Schouder is iets aan de steile kant. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap heeft voldoende ruimte en takt. Zou daarbij meer buiging in de sprong mogen tonen. De draf is voldoende opwaarts en krachtig. En we maken deze merrie vandaag ster met een tweede premie. En daarmee wordt ze dus ook opgenomen in het stamboek. The result of number 20, she is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van de laatste driejarige Mary van vandaag. Catalogus nummer 21. Mary met ruim voldoende rasuitstraling, die in een rijke conditie wordt voorgesteld. Ook een wat modernere opdruk zou mogen hebben. Het beenwerk is voldoende droog en voldoende correct gesteld. In de stap zouden we graag meer zuiverheid willen zien. En de draf heeft voldoende ruimte en voldoende takt. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 21, she is accepted in the studbook. No premium. We gaan nu eventjes een half uur pauzeren, denk ik. Hoe laat gaan we verder, Adrian? We gaan ongeveer om 1 uur verder met de rubriek graadverhoging. We zien jullie dan graag weer. This was the last full book mare. We have a break now for 30 minutes. And after the break, we continue with the studbook mares. And it will be at around 1 o'clock. See you then. Ja, beste kijkers, welkom bij het middagprogramma van de locatiekeuring van Stal de Kadiek. We hebben de opnames gehad. We vervolgen het programma met rubriek 7. Premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring. We hebben 4 stamboekmerries te beoordelen. En we beginnen met catalogus nummer 22. Siertje van de Waaldijk. Een 15-jarige merrie met als vader Beert uit een Anton moeder. Fokker-eigenaar TFM Houterman in Bemmel. En ik moet nog even op de stokmaat wachten. Ladies and gentlemen, we continue the program with the studbook mares for star declaration. We start with number 22. And the height that with us will follow. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 22, een 15-jarige stamboekmerrie.
Het is een merrie met veel rasuitstraling, veel behang, mooi zwarte kleur. Heel opvallend is haar uitstekende conditie en glanzende vacht. Merrie die voldoende sterk gebouwd is, iets gerekt is, maar voor haar 15 jaar nog patent voor staat. Beenwerk is droog, de voorbeenstand zou iets correcter mogen. Stapt heel fijn door het lichaam met voldoende ruimte en takt. De draf is voldoende krachtig, een beetje op de voorhand, maar voldoende krachtig. Deze merrie wordt vandaag sterfverklaard met een tweede premie. The result of number 22, she is declared star today with the second premium. The height at Widders was 161. De stop. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 23. Een 7-jarige stamboekmerrie. Voldoende jeugd uitstralend. Merrie zou wat rijker mogen in een rastype. Wat meer neklengte mogen hebben. De hoofdhalsbinding is vrij zwaar. Ook een beetje onderhals. In de bouw zien we het kruisgraag wat minder hellend. De bovenlijn is voldoende aangesloten. Beenwerk is voldoende droog. Achter wat week gekoot. De stap is ruim en goed door het lichaam en takmatig. In draf zouden we graag wat meer gedragenheid zien. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. The result of number 23, she gets a third premium today.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 24. Een merrie met veel behang en een edel hoofd. Die evenredig gebouwd is. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog. Merrie beschikt over royale hoeven. In beweging komt de merrie vandaag tekort voor primering. De stap die mist af en toe takt, is wel voldoende ruim. En in de draf zouden we ook meer kracht zien van achteruit. Deze merrie krijgt vandaag geen premie. Nummer 24, Stedbook mare, she doesn't get a premium today. Hierbij de uitslag van nummer 25, Amarens van Hielpen. Een merrie met een fraaie voorhand en een sierlijke belijning. Dat maakt dat ze goed scoort voor rastype. De bouw zouden we graag iets geslotener willen zien. Beenwerk is droog en voldoende correct gesteld. De stap heeft lichaamsgebruik en is takmatig. In draf blijft ze wat hoog in het kruis, zouden we graag wat opwaarts zien bewegen. Maar het totaalplaatje maakt dat ze vandaag ster wordt verklaard met een tweede premie. Kan ik verder? Oh ja. The result of number 25. She is star, she is star with a second premium.
beide Jahre, hä? De uitslag van nummer 26. Mary met veel rasuitstraling door haar vele behang. Mooie zwarte kleur, edel hoofd. Mary die in bouwen meer modernere opdruk zou mogen hebben. Ook een wat lange voorbenen en wat opwaartse romprichting zou mogen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap heeft veel lichaamsgebruik en is takmatig. In draf doet ze met gemak, met veel zweefmoment en veel takt. Zou daarbij nog iets meer schakelend vermogen mogen tonen. De Mary die krijgt geen uitnodiging vandaag. Daarvoor is het exterieur helaas niet toereikend. In beweging wel, maar het exterieur is helaas voor een eerste premie niet toereikend. Dankjewel. Number 26. She is not invited for a second inspection today. Good movements, but the confirmation could be a bit better for a first premium. Even wachten tot hij hier is. Dan de uitslag van nummer 27. Een merrie met veel expressie in het hoofd, met veel behang. Merrie die een sterke bovenlijn heeft, verder correct gebouwd is. Beschikt over droog en correct gesteld beenwerk.
De stap is voldoende ruim en takmatig en mooi over de rug. In draf neemt ze veel bodem, veel zweefmoment en bij de tweede ronde ook voldoende opwaarts. En dat maakt dat we haar uitnodigen voor een tweede bezichtiging. Oh, sorry, for the English viewers, number 27, she is invited to a second inspection today. Catalogus nummer 28, Abby Dambene, Mary met ruim voldoende rasuitstraling, helder blik, mooie halsvorm, voldoende behang. Mary die wat harmonieuzer in de bouw zou mogen zijn,
En ook de aansluiting met het kruis zou wat sterker mogen zijn. Voldoende kwaliteit beenwerk, goed gesteld en royale hoeven. De stap had voldoende ruimte en voldoende takt. Draf voldoende opwaarts, zou iets meer ruggebruik nog willen zien. Voor een aanwijzing moet het merrie gemiddeld 7,5 scoren en daar komt deze merrie helaas net niet aan. Dus een mooie stermerrie, maar vandaag geen aanwijzing voor een tweede bezichtiging. The result of number 28, she doesn't get an invitation for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag, het keuringsresultaat van nummer 29, is een 7-jarige stermerrie. Merrie met veel behang, die nog iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. En de halsrichting zien we graag iets verticaler. Merrie is lang gelijnd en die is voldoende correct gebouwd. Het beenwerk zien we het voorbeen graag wat minder week gekoot. En ook zou het beenwerk wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is voldoende ruim en voldoende takmatig. Draf is ook voldoende opwaarts en ruim. Zou nog iets meer schakelend vermogen willen zien. Overal een hele goede stermerrie, maar geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Number 29 doesn't get an invitation for a second viewing. Dit wie ik ben.
Dan de uitslag van catalogus nummer 30. Ook een 7-jarige stermerrie die nog veel jeugd uitstraalt. Mooi zwart van kleur is. Maar die correct gebouwd is. Met een mooie belijning. Beschikt over droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is vlijtig. In draf toont ze vooral een mooi gebruik van het voorbeen. Ze zou met het achterbeen meer mogen doortreden. Maar we nodigen haar uit voor een tweede bezichtiging vandaag. Number 30 is invited to a second inspection today.
Dan hierbij de uitslag van de eerste kroonmerrie. Een 9-jarige kroonmerrie. Merrie met veel rasuitstraling, waarbij met een mooie verticale halsrichting. Zou misschien iets rijker in haar behang mogen zijn. Merrie ook die correct gebouwd is, met een goede bovenlijn, solide gebouwd. Het beenwerk zou misschien iets droger mogen. Ook de hoeven zouden wat royaler kunnen. Verder wel correct gesteld. In de draf toont ze takt en zet ze het voorbeen ver weg. In draf ook met name is het voorbeengebruik opvallend. En als ze niet in het hoge tempo wordt voorgesteld, is het achterbeen ook voldoende onder de massa gebracht. Deze merrie nodigen we uit voor een tweede bezichtiging vandaag. Number 31 is invited for a second viewing today. De uitslag van catalogus nummer 32. Een merrie met een zeer expressief hoofd, met veel rasuitstraling. Merrie die evenredig gebouwd is, lang gelijnd. Kruis zou misschien iets minder hellend mogen. Beschikt over voldoende droog beenwerk. De hoeven kunnen wat royaler. De stap is krachtig en met veel lengte. Draf misschien een beetje hoog ritme, maar wel een goede beentechniek. Deze merrie wordt uitgenodigd voor een tweede bezichtiging vandaag. Number 32 is invited to a second inspection today. Thank you.
Dat laat ik. Hoor hem aan, hè. Ik neem die. Enkel, nee, dubbel erin. Dat ga ik niet doen. Hier bij de uitslag van nummer 33, de Veulenboekhengst, 5 jaar. Een goede rasvertegenwoordiger, heel veel behang, fraaie halsvorm en een voldoende edel hoofd. Paard dat goed in verhouding is gebouwd. Het voorbeen zou misschien iets langer mogen nog. Voldoende droog beenwerk en correct gesteld. De beweging schiet vandaag tekort voor sterverklaring. In de stap zien we graag meer lengte, is wat gehaast. En in de draf... Zou hij meer gedragenheid en iets meer lichtvoetigheid mogen tonen. Omdat het paard exterieurmatig wat over heeft, maken we dit paard vandaag voorlopig ster. En in een test kan hij zich bewijzen en het voorlopige sterpredicaat eventueel omzetten naar een definitief predicaat. Nummer 33 is not star today, but it's declared preliminary star. And the stallion can do an aptitude test to get a definitive star declaration. De tweede beoordeling van de eerste premieparen vandaag. We hebben 2 driejarigen met een eerste premie, 2 stermerries met een eerste premie en 2 kroonmerries met een eerste premie. Dus we gaan deze merries voor de tweede keer beoordelen en dan volgens de richtlijnen voor kroon- en modelverklaring. Waarbij exterieur en beweging los van elkaar beoordeeld worden en beide aan hoge eisen moeten voldoen. We continue with the second inspection of 6 horses who deserve the first premium today. We first start with 2 3-year-old mares. And the first one is number 9, Fiep van het Lansink. We beginnen met nummer 9, Fiep van het Lansink.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie die zich ook nu weer extra presenteerde in met name de draf. Bij kroonverklaring kan beweging niet meer compenseren, een beweging aan de hand niet meer compenseren voor het exterieur. Ook het exterieur moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Deze driejarige merrie die zou nog wat aan bespiering mogen winnen. De aansluiting van de lendenen zou wat sterker mogen. En ook het beenwerk zouden we graag iets correcter zien. En dat maakt dat ze ondanks haar extra draf vandaag nog niet gepromoveerd kan worden naar voorlopig kroon. Hele mooie eerste premie merrie. The result of number 9. She is not a professional crown. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 18, Femke van Hielpen. Een merrie die lang gelijnd is, moderne opdruk heeft, die weliswaar wat meer expressie in het hoofd mag hebben, maar wel statuur heeft. Merrie die beschikt over keihard beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is voldoende. In draf toont ze goede techniek, is ze lichtvoetig en toont ze schakelend vermogen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Number 18 is declared preliminary crown today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 27. Merrie met veel rasuitstraling, vooral veel edelheid in het hoofd, veel behang. Merrie die ook solide gebouwd is, met een sterke lendenpartij. Beschikt over correct gesteld beenwerk en droog beenwerk. De stap toont ze veel veer en voldoende takt en ruimte. In de draf was de presentatie vanmorgen een fractie beter. Ze mocht iets meer aantreden van het achterbeen. Maar het totaalplaatje vandaag maakt dat ze wel voorlopig kroon wordt. The result of number 27. She is declared professional crown today. Ik hier niet bij echter. Het programma lijkt er gewoon. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 30. Een jeugdige Merrie, zoals eerder gezegd, met veel rasuitstraling, ook mooi zwart van kleur. Merrie die over voldoende kwaliteit beenwerk beschikt. Helaas kan ze het in beweging vandaag niet waarmaken. Het is een hele mooie eerste premiester Merrie. Voor kroonverklaring zou ze toch in draf wat meer, wat een krachtiger achterbeen, wat meer schakelend vermogen moeten tonen. En dat maakt helaas ook de stap zou iets meer lengte, iets meer lichaamsgebruik mogen hebben voor kroonverklaring. Dus een mooie eerste premiester, Merrie. Number 30. Very nice mare. The movements are not sufficient for professional crown. Ja, dat is wel.
Ja, eigenlijk heel mooi. Naar Ben. Steeds meer in tact, hè? Ja, dat steeds beter kan mee. Ja. Dan de uitslag van catalogus nummer 31, een 9-jarige kroonmerrie, een zeer hechte merrie die goede bovenlijn heeft, veel rasuitstraling heeft, merrie die over correct gesteld beenwerk beschikt, met voldoende ruimte en tact stapt, in draf extra voorbeengebruik laat zien en deze merrie wordt vandaag model verklaard. Number 31 is declared model today.
En dan zijn we aan het eind gekomen van een warme keuringsdag, maar met mooie paarden om te beoordelen. De uitslag van catalogus nummer 32, Renske Carmen van de Visserwij. Een 7-jarige kroonsportmerrie. Merrie met veel rasuitstraling, veel expressie in het hoofd, veel behang. Een fraaie halsvorm, correct gebouwde merrie. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De stap is krachtig met veel lengte. In de draf toont ze voldoende oprichting, voldoende kracht. Deze merrie wordt vandaag ook model verklaard. Result of number 32, she is declared model today. Beste kijkers, dit was het voor vandaag hier bij Stal de Kardiek. We hebben een mooie dag gehad met veel kwaliteit in de baan. Maar het was erg warm en dat denk ik dat jullie dat ook merkten aan het eind. Voor zowel de voorbrengers als voor ons. Goede verzorging hier. Wij hopen nu graag terug te zien aanstaande maandag bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Voor de volgende locatiekeuring. Voor nu een fijn weekend gewenst. Dear viewers from countries outside the Netherlands, thank you for watching again. The next inspection on location is Monday in Lunteren at the Nieuwe Heuvel Stables. Thank you for watching.